Nou, ik ben Paul Verheijen. Sinds 2008 werk ik bij ProRail als buitengewoon opsporingsambtenaar. Ik ben woonachtig in Almere, samen met mijn vrouw Irma en met mijn zonen Lars en Oscar, die inmiddels allebei op hun eigen wonen. We gaan vandaag een aantal facetten laten zien van mijn werkzaamheden. En eigenlijk op het moment dat ik in de auto stap, dan is voor mij mijn werk al begonnen. Want dan ben ik bereikbaar voor iedereen die mij op pad wil sturen richting een calamiteit of een onregelmatigheid. Nou, hetgene waar wij als eerste naar kijken, dat is of wij onregelmatigheden zien. En dat wil zeggen personen langs het spoor of poorten die openstaan, hekken die vernield zijn. Nou, deze route nemen we natuurlijk ook omdat het bij tijd en wijle gebeurt dat er mensen lopen die suïcidaal zijn. En we hebben laatst nog een hele training gehad in het herkennen en omgaan met suïcidale personen. Ik kijk ook of er dingen stuk zijn of dat er dingen langs het spoor liggen die er niet horen te liggen. Of bijvoorbeeld dat er werkzaamheden zijn geweest weken terug en dat de spullen er nog liggen. Dan ga ik daar ook een telefoontje aan aan weiden. Uit ervaring weet ik dat er toch wel van tijd tot tijd dingen gebeuren. En dat is ook de spanning van het beroep. Dat je weet van tevoren nooit wat je tegenkomt. Geen dag is hetzelfde. En zodra een trein komt, geef altijd een signaal dat we ze gezien hebben. Hey maatje. Alles goed? Ja, lekker. Mooi man. Ja, we zijn inmiddels 4 jaar met z'n tweeën op pad. Vanaf dag 1 is dat gewoon, voor mij is het gewoon een heel vertrouwd gevoel geweest. Ja. Wij voelen elkaar goed aan. Ja. Het is niet dat we aan elkaar voelen, maar we voelen elkaar goed aan. Op het moment dat het spannend wordt, hoef ik me niet af te vragen, als ik me omdraai, Johan weg. Weet je, dat zijn dingen. Nou, de uitdaging is voor mij om te zorgen dat er minder treinaantastende onregelmatigheden zijn. De laatste les. Alsjeblieft. Kijk, elk mensenleven wat je kan redden, is er één. En dat is heel erg belangrijk. En dat maakt voor mij ook de uitdaging aan mijn job.